We vinden echt rare dingen in het park. Goedemorgen, het is zondag en ik zit lekker met een theetje op de bank rustig wakker te worden. En ja, ik had zo moeite weer om uit mijn bed te komen. Ik merk echt met die lockdown, in het begin was ik heel gemotiveerd om dingen af te krijgen en had ik mijn lijst gemaakt en daar ben ik ook echt wel goed mee aan de slag gaan. Zo, het is echt nog te heet. En nu, ja, word ik echt steeds slomer. Ik kom moeilijker mijn bed uit. En ik heb er gewoon steeds minder zin in. Dit ook gewoon komt dat je dan in zo'n sleur raakt. En dagen zo erg hetzelfde zijn. Ik weet af en toe gewoon niet meer wat ik moet doen. Ja, voor de 30ste keer je huis schoonmaken. Dat weet je op een gegeven moment ook wel. Hi, poes poes. Kijk, Mima komt even kijken. En het gaat echt steeds beter met haar. Ze komt weer aan. En ze eet beter. En de vacht is weer mooier. Ja, hè? Ziet er alweer bijna helemaal gezond uit. Ja. Alleen ze wil niet uit de waterbak drinken. Ze wil alleen maar uit de kraan drinken. Maar goed. Dus huishouden en zo doe ik dan wel. En boodschappen. Maar ik raak die motivatie van in het begin gewoon heel erg kwijt. En die moet ik echt even terugvinden. Want anders duurt het allemaal nog wel heel erg lang. En het is dan wel nu. Het is vandaag de tweede of de derde. Volgens mij de tweede. Zo over 10 dagen gaat Sarah naar school. Die gaat om en om. Dus de ene week maandag, dinsdag. Of nee, maandag, woensdag en vrijdag. En de volgende dag op dinsdag en donderdag. Dus dan krijg je weer een klein beetje routine. Maar ja, normaal doe ik de overblijf. Dat is er nu niet. En ja, je kan ook ondertussen niks. Dan heb je zeg maar een soort vrijheid dat je mama dingen kan doen. Maar er zijn geen mama dingen om te doen nu. Dus ja. Ik heb echt gewoon mijn leven weer een beetje nodig. Maar goed, hè, we houden altijd graag het glas half vol. Ik ga er vandaag gewoon weer wat van maken. Als het droog is, gaan we vanmiddag even wandelen, even buiten zijn. Dus dat is wel echt heel erg lekker en daar heb ik ook echt wel heel erg zin in. En er moet ook nog steeds gewoon heel veel geklust worden in huis. Maar dat komt er elke keer niet van. Ik wil zo graag de slaapkamer laten zien als die helemaal af is. Daar kijk ik echt naar uit. Dus bijna. Maar de laatste dingetjes blijven een beetje liggen. Oh, wat misschien wel leuk is, dat als ik de slaapkamer laat zien, dat ik ook een soort tour geef door mijn inloopkast. Dus laat even weten hieronder of je dat leuk vindt, want misschien doe ik dat er dan even bij. En misschien dat dat dan ook kan rond de tijd dat Sarah dan weer naar school gaat, want dan heb ik ja toch even een paar uurtjes mijn handen vrij waar ik dat op mijn gemak in kan doen. Echt, gaat goed. 'S ochtends kom ik al helemaal niet uit mijn woorden. Ja, dus ik ga even mijn thee drinken en dan ga ik me even douchen en aankleden en opmaken. En gaan we kijken of we weer wat van deze dag kunnen maken. Goedemorgen, vandaag is het weer een nieuwe dag. Volgens mij is het zaterdag of zondag of vrijdag. Ik weet het niet meer, want ik ben de dag ruim mijn hoofd kwijt. Gewoon een simpele dag. Ik heb mijn haar gedaan al, dat op. Mijn gezicht gewassen, haar gedaan. En vandaag heb ik dit leuke shirtje aan. Ik weet niet waar die van is, maar ook nog gewoon een spijker Ginny broek. En dan nog lekker mijn stof aan. En ik heb ook een andere broek aan. Oké. Zo. Ik weet echt wat het is. Ik ga kijken bij het shirt en de broek wat het is. Maar ik heb ook de netto. Kijken en ik zag niks. Dus dat weet ik niet. Ik heb nog eens goed op de andere lipjes gekeken en ik zag dat die van de H&M was, mijn broek. En mijn shirt is van de River Island. Ik heb me aangekleed opgemaakt. Ik heb deze trui aan van Warehouse, broek voor Narina, Guess, sneaker wedges, want we gaan zo wandelen. En ik draag de laatste tijd, omdat ik gewoon heel veel aan het doen ben, weinig mijn andere hakken. Maar ja, elke keer met opruimen en in- en uitlopen in je huis is dit wel echt makkelijker, omdat ik het heel snel aanschop en uitschop. Ik ga nog even snel lunchen.
En dan hopen dat het droog blijft, echt. Sarah krijgt of rood les. Te grappig dit. Voorzichtig, hè? Dat is echt een papa ding, want mama vindt het weer doodeng. Goed zo! Slingerles. Cross. Fietscross. We vinden echt rare dingen in het park. Rip Barbie. Woe! Lekker in de natuur bij de koeien. En ik zie pillen van het koeien. Hij ging naar ons kijken, maar nu vindt ze ons... Of hij, zij. Nu zijn we niet meer interessant. En we zijn uitgekomen bij de snackbar. Dus we gaan een snackje eten en een ijsje eten. Daar heb ik echt wel trek in eigenlijk. Wie kent deze nog? Echt te grappig. Alleen het is helemaal gemoderniseerd. Het ziet er helemaal anders uit. Oh, je was vroeger zo aan verslaafd. Even kijken, het zijn allemaal andere spellen. Wat hebben we nog meer? Topspellen. Ik heb mijn spel van vroeger... Oh ja, deze. Die speelde ik vroeger altijd. Toen was ik echt goed in. We hebben net lekker gegeten en alles. Sarah is naar bed. Marco is nog aan het werken. En ik ga lekker thee zetten en editen. En ik denk dadelijk weer een film uitzoeken of iets. Oh nee, ik ben die serie gisteren aan het kijken. Dat is wel leuk. Dus ik ga dat doen. Ja. Het was onverwacht. Toch best lekker weer vandaag. Het was niet heel erg warm, maar ik heb gewoon in mijn trui zonder jas buiten gelopen. Dus dat was toch best wel prettig. En buurman was heel de dag weer bezig in de tuin. En die is allerlei dingen aan het uithakken in de tuin met een drillbor. Dus wat dat betreft was het ook wel echt heel erg lekker om weg te zijn. Want ja, dan hoor je niet heel de tijd die herrie. Dat was niet het allerprettigste. Maar goed. Ik heb ook een beetje kleur gekregen van het buiten zijn, toch? Ik vind mezelf zo wit elke keer. Valt wel mee, kijk. Ja, echt wit en mijn huid wordt weer slecht hier. Echt, daar baal ik van. Het ging echt heel goed, maar... Ja. En ik heb lekker kinder voor bij de thee. En dat vind ik zo, zo lekker. En nu heb ik lekker popcorn gemaakt. De laatste paar moeten nog poppen. Oh, ik heb er zo'n trek weer in. Wel met zout. En bijna. Ik vind zelf maken altijd zo lekker, maar het duurt altijd net langer dan mijn zak gewoon in de magnetron gooien. Maar ja, geduld is een schone zaak. Ik vind als je ze langzaam popt, worden ze iets lekkerder dan als je hem heel hoog zet. Dus ik zet hem altijd laag. Ik heb echt een speciale popcornpan, omdat het Japan altijd zo verziekt. Dus deze is speciaal daarvoor gereserveerd. Zo. Let's eat. Lekker! En toen was het weer tijd om te gaan slapen. Dus bij deze wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!